DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vandaag alweer de 10e speelronde in de derde divisie. Vandaag de thuiswedstrijd tegen ASVH. Ik keek van de week naar de ranglijsten en viel jou daar ook nog wat aan op bed? Nou ja, als ASVH ze in haar wedstrijd wint, hadden ze sowieso boven ons gestaan. Ik bedoel eigenlijk andersom, van dat DVS op de 9e plek staat met 13 punten en ASVH met 13 punten op de 13e plek met 9 punten. Ja, dat zou zomaar kunnen wat dat betreft. Ik kijk wat anders in die zin naar de stand. Maar wat nog belangrijk is, dat ik naar mijn eigen ploeg kijk. Oké. Wat heb je deze week gedaan om te zorgen dat je met dezelfde instelling start als de tweede helft vorige week? Ja, we hebben natuurlijk wel over gesproken en wat we daar besproken hebben, houden we altijd intern in die zin. Daarnaast hebben we binnen onze trainingen ook wat accenten weten te leggen waar de groep zich prettig bij voelt. Dus in die zin, we hebben vorige week verloren, maar ook heel veel geleerd en laat dat dan het positieve zijn aan die dag. Oké. Waar kun je vandaag het verschil maken, denk je, met je ploeg? Nou, je moet het verschil maken met je voetballend vermogen. Wat dat betreft zijn Harkema en ASVH te vergelijken als fysieke ploeg. Vorige week hebben we ons niet eronderuit kunnen voetballen onder die druk. Nou, dat zullen we vandaag wel moeten doen. En daarin moeten wij het verschil maken. Met welke jongens ga je dat vandaag doen ten opzichte van vorige week? Paul Epping in het doel. We hebben op rechts Joran van Zandt, Dennis Hollaert, Basiel Camara en Roel de Vries. We hebben Niels Buitenhuis, Kai Velda, Koen Vloedgraven, Maurice de Ruiter, Benjamin Roemejon en Mike Arends. Dus wel wat verschillen op het middenveld en voorin. Ja, Kai en Niels kwamen vorige week in de tweede helft erbij natuurlijk. En die starten nu van begin af aan. Hoe belangrijk zijn 3 punten vandaag? Nou ja, bij het feit dat ze altijd belangrijk zijn voor het gevoel van de groep en het proces waarin je zit. Om te verbeteren helpt het altijd als je wedstrijden wint. Want dan gaat de groep steeds meer geloven in die werkwijze. Maar goed, je hebt vorige week gezien winst of verlies. Kijk, de tweede helft hebben we het goed gedaan. Dat moeten we nu doorvoeren in deze wedstrijd. En uiteindelijk moet dat tot winst leiden. Maar je moet niet alleen met winst bezig zijn. De manier waarop, dat is ook erg belangrijk. Bedankt voor dit interview en wens je heel veel succes namens de kijkers van DVS TV. Ja, graag gedaan. ASVH heeft afgetrapt. Deze wedstrijd is van start gegaan. DVS 33 tegen ASVH uit Hendrik Ido Ambacht. Goeie kaart staan met Maurice eruit. Krijgt die bal terug. Schot van Benjamin Roemejon in de handen van keeper Doudé. Basiel Camara. Benjamin Roemejon. Benjamin Roemejon. Nog steeds. Benjamin Roemejon. Wordt neergelegd. Gele kaart is voor volgens mij De Lange. Peter De Lange. Getrek en geduw in de muur. Komt die vrije trap. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter, precies in de hoek waar de keeper staat. Dat betekent dat die keeper de muur goed gemetseld heeft. Koen Vloedgraven kan die bal oppakken. Roald de Vries. Mike Arends. Mike Arends kan draaien. Mike Arends voorzet. Maurice de Ruiter. Verdedigend werk was van Tieleman, maar dat werd nog een kans. Kai Velda. Roald de Vries. Mike Arends. Roald de Vries. Kai Velda. Koen Vloedgraven. Koen Vloedgraven. Dit ziet er goed uit. Kai Velda. Mike Arends. Wordt daar verdedigd. Aanval loopt door. Niels Buitenhuis. Benjamin Roemejon. Basiel Camara. Joran van Zanten. Joran van Zanten balverlies. Kan ASVH omschakelen en dat kunnen ze goed. Goed daar opgesteld door Dennis Hollaert. Van Driel. Van der Werp. Slotboom. Hollaert als laatste. Gevaarlijke bal daartussendoor gestoken. Bal overgeschoten door Peter De Lange. Grootste kans van de wedstrijd. Voor ASWH. Peter De Lange schiet over de goal. Almeida met Roemejon. Maurice de Ruiter. Kai Velda stuurt Mike Arends weg. Mike Arends. Aanname. Aanname is goed. De bal vallen voor Koen Vloedgraven. Goeie. Maurice de Ruiter daar
had een zee aan de ruimte, maar de passing is niet goed. Niels Buitenhuis. Joran van Zanten. Mike Arends. Duw daar. Voordeel gegeven. Niels Buitenhuis. Niels Buitenhuis. Niels Buitenhuis. Je gaat die bal brengen. Maurice de Ruiter pakt op. Ook niet. Joran van Zanten. Gevaar weg. Basile Camara. Goed gewerkt hier. Bal niet zuiver van Benjamin Romion. Basile Camara. Joran van Zanten. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Joran van Zanten. Joran van Zanten. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Zijkant zoeken. Nee, draait naar binnen. Gaat schieten. Bal klutst. Is uiteindelijk in de handen van keeper Doede. Van Driel met de vrije trap. Op het hoofd van Kai Velda. Slotboom kan opvangen, maar daar zit Benjamin Romion. Dus Mike Arends. Mike Arends met Van der Werp. Mike Arends. Goeie bal hoor, daar op die Van der Werp. Verhoeven. Verhoeven. Gevaarlijk daar hoor. Peter de Lange hield die bal binnen. Kai Velda. Achterin. Kan Tieleman wegkoppen. Almeida doet de rest. Roald de Vries. Niels Buitenhuis. Geen buitenspel. Goed doorgelopen, maar... Komt die vrije trap. Oh. Zo kun je ook een bal wegwerken, Basile Camara. En tweede instantie weer weg. Benjamin Romion. Roald de Vries. Komt DVS goed weg. Doesburg. Hollard. Of Doesburg. Voorzet daar. Gevaarlijk moment. Op de lat weer. Zo krijgt de ASWH toch wel de beste kansen van deze wedstrijd. De Lange. Peter de Lange op de lat. Daniel van Warf daar niet. Kai Velda. Koen Vloedgraven. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. Beide ploegen slaagden er niet in te scoren. Dus deze wedstrijd eindigt in een 0-0 gelijkspel. DVS tegen ASWH 0-0. Kort na de wedstrijd gaan we deze wedstrijd analyseren met beide trainers. Trainer van ASWH, Jack van den Bergen, welkom. Ja, dankjewel. Bert, welkom. Ja, dankjewel. Eerst naar Jack. Kun je ons zo kort na deze wedstrijd, door deze wedstrijd heen loodsen, een analyse geven? Zo, nou ja, het was een 4-4-2 ruit tegen een 4-3-3. We hadden eigenlijk DVS ook in een ruit verwacht. Hoewel we wel weten dat ze natuurlijk ook met drie spitsen gespeeld hebben. Ja, het was een moeizame wedstrijd. Er was geen ploeg die het verschil kon maken. Hoe kwam dat volgens jou? Nou ja, dat kan dan zeggen. Dan geven we onszelf ook nog een complimentje. Dat is dan de laatste hoor, na zo'n wedstrijd. Maar dat het goed georganiseerd was aan twee kanten. Ik vind wel dat we hebben volgens mij heel weinig weggegeven. En we hebben wel twee oplegde kansen gehad. Twee lange twee keer. En dan nog een via het had een eigen doelpunt geweest onderkant lat. Ja, dus dan kan je nog winnen ook. Alleen... Ja, in de 16 meter verder, ja, niet ja, die ene met die voorzet op het einde en die steekbal in de eerste helft, dat zijn wel uitgespeelde kansen. Verder, ja, dan moet je toch altijd weer bang, je kan hem winnen, maar je kan hem altijd verliezen ook, weet je. DVS bleef wel dreigend, de eerste helft vond ik DVS, die speelde wel heel erg op de counter dan. En ze kunnen wel voetballen, maar maak je toch lastig voor een tegenstander. Ik denk met balverlies heel snel de lange bal zoeken op snelle spitsen. Tweede helft vond ik DVS wat meer initiatief nemen. Ja, oké. Het is een gelijkspel. En als we hadden moeten winnen, had ik misschien... dat heb ik ook niet gedaan. Anders gaan wisselen om te zeggen van... zo was het ook niet. Van nou, ik gooi er nog aanvallen bij en zo. Hoewel het in een ruit altijd lastig is, dat soort wissels.
En dan kan je zeggen, ja, ik heb twee spitsen op de bank zitten. Dan haal ik Karel eruit of weet hoe langer eruit. Maar ja, die Karel die is ook nog, kan verdedigen het ook nog een balletje. Ik zo'n hekel aan mezelf als ik er altijd heb. Dan denk ik, dan ga ik niet wisselen, omdat ik dan de kopkracht verdedigend mis. Dan denk ik, ja, gaat dat wel goed met je, Jack? Maar oké, je moet niet verder vertellen dit natuurlijk. En, nee. Dus ik heb ook niet gewisseld en dan moet je genoegen nemen met een gelijkspel. Duidelijke analyse, bedankt daarvoor. Hoe komt het dat zo'n wedstrijd dan niet op gang komt, wat Jack zegt? Nou, dat heeft een beetje met de voorgeschiedenis te maken. Kijk, wij willen goed starten aan de wedstrijd. Dus het enige wat dan belangrijk is dat je instelt op de twee spitsen van ASWH. Fysiek heel sterk. Je weet dat die paas vanuit Huissen gaat komen. Nou, daar moet je daar eerst op focussen. Tweede bal winnen. Sowieso eerst het duel winnen, tweede bal winnen en dan doorvoetballen. Maar goed, beide ploegen stonden tactisch gewoon heel erg goed. En ik denk dat het publiek daar anders naar kijkt. Maar voor ons als trainers kun je er ook wel weer van genieten. Dat je beide je huiswerk hebt gedaan. Beide in staat bent geweest om je ploeg in ieder geval zo neer te zetten. Wat een wedstrijd vraagt. En dan gaat het uiteindelijk erom van ja, wie kan het beslissende setje geven. Door individuele actie, een goede loopactie. Dan ben je overgeleverd aan de creativiteit van spelers. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik de grootste kansen voor ASWH vond. Ik vond wij aanvallen te weinig afgedwongen hebben. Eerste helft een beetje, tweede helft veel te weinig. Verwijt je ploeg wat verder? Nee hoor, nee. Ze hebben eigenlijk goed uitgevoerd wat we afgesproken hebben. En wat Bert zegt, je moet dan, als je een spits weet hoe lang twee keer die kans krijgt, dan kan je er wel in schieten. Maar ook, dat doet hij ook niet expres. Nee, ik verwijt ze helemaal niks. Op het tweede helft, dat is ook wel typisch, dat DVS dan meer gaat doen, hè. Tenminste toch meer eerder druk gaat zetten, meer initiatief in de wedstrijd. En dat ze dan eigenlijk nog wat minder afdwingen als in de eerste helft. Nee, ik verwijt ze niks. Het is, Ben je het daarmee eens, Bert? Ik ben het mee eens dat Jack zijn ploeg niks verwijt, nee. Dat is duidelijk, maar wat hij daarvoor zegt. Nee, ja, het is heel simpel. Kijk, het gaat op een gegeven moment om details. En na de rust hebben we inderdaad meer initiatief aan de bal getoond. Ook wat hoger druk gezet. Maar daardoor zie je ook dat ASWH in één keer wel die middenvelden weet in te spelen. Waardoor ze door kunnen voetballen. Dus ja, dat is ook niet altijd de beste keuze. En voor het publiek is dat lastig, want die willen dat je druk naar voren zet. Maar ja, dan geef je ruimtes vrij die je niet vrij wil geven. En dit was een typische 0-0 wedstrijd. Met een klein... Nou, ik vind dat ASWH in die zin dus het meeste recht op een overwinning had als je kijkt naar de kansen. Waar ik heel trots op ben is dat onze groep zich goed herpakt heeft na vorige week. Je hebt veel kansen gemist, nu hadden we er te weinig kansen. We zijn goed in balans, heel volwassen gespeeld. Want doe het maar eens, hè. ASWH is echt wel een ploeg die bovenin mee gaat draaien wat dat betreft. Dus het belangrijkste was vandaag niet verliezen, de nul gehouden. Nou, graag of de hoopje op nog een uitvalletje of een doelpuntje nog mee te stelen. Maar ik denk dat het een gelijkspel terecht was. Oké. Beide heren bedankt. Jullie gaan volgende week uit naar? Spijkenissen. Uit en dan scheef je dus drie keer achter elkaar uit. Ja. Wedstrijd goed. Succes daar. En Bert? Wij gaan naar Volendam. Oké, dan gaan we het daar weer doen. Ja, dankjewel. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.